Nee, ik leef niet met plan B. Ik leef gewoon met plan A en ik manifesteer dat het gaat lukken. Soms is het wel lastig en dan vraag je af, wanneer stopt het? Vooral in mijn verhaal is echt veel gebeurd. Ja, mijn naam is Fode Fofana. Ik speel bij PSV. Ik ben een aanvaller. Ik ben 19 jaar. Vanaf november 2020 was mijn basisdebuut met Jong PSV. Had ik 2 keer gescoord. In de bus had ik al heel veel last van mijn knie. Ja, toen begon het eigenlijk. Toen begon het seizoen. Het was mijn eerste pre-season met 1. Ik zag het als een kans en ik gaf niet op en ik ging door die pijn heen. En het werd steeds erger, erger, erger. Ondanks dat maakte ik nog mooie dingen mee. Basisdebuut bij 1. Ik was niet mezelf, maar ik bleef wel scoren. Dus ik dacht, ja, ik blijf gewoon zo doorgaan. En ja, toen hebben we een echo gemaakt en bleek dat ik ontsteking had al lang. Dat moest hersteld worden. Toen ging dat weer goed, maar toch nog niet 100%. Kon ik bijna alleen maar slapen met pillen, omdat ik zoveel pijn had. Mentaal was dat het zwaarste moment voor mij. Toen heb ik ook besloten met dat bij Move to Cure te komen. Ja, want ik hoorde al van meerdere spelers die hier hebben gerevideerd dat het echt top is. En ik dacht dat komt voor mij goed uit. Een andere omgeving. Even weg van de club. Sinds ik hier ben gekomen heb ik geen spijt van. Ik heb geen last meer van mijn knie. Eindelijk kan ik nu zeggen dat ik echt volledig ben hersteld van mijn blessure. En niet alleen via de echobeelden, maar ook het gevoel. En dat is het allerbelangrijkste. Ik denk dat ik over 25 jaar dat ga terugkijken, dat ik als een jonge jongen zoveel heb meegemaakt dat ik een monster ben geworden. Omdat niks mij kan tegenhouden. Als je deze video's interessant vond, abonneer je hier en bekijk onze andere video's.